blessure van Ibala. Offline seizoen. Assetto Corsa Competizione. Seizoen 2020. En dat rijk in een Bentley waarmee ik nog niet zoveel ervaring heb. En als ik het goed herinner, hebben we gisteren part 1 ben ik geëindigd door pitstop te doen. Pitstop heb ik uitgevoerd. Ik ben teruggekomen volgens mij 9e of 10e uit mijn hoofd. Ik weet niet meer. Zien we zo al. We starten. En nou ja, door voor deel 2. Here we go. 37. 6e opstelling in de pits. Mike Campbell. 12 Porsche. Here we go. De hele kopgroepje zit 10 tot 15 seconden voor me. Even inkomen, merk ik. Blijft geweldig als je aan. Heel graag. De drie Audi's voor me. Edgar Bottolotti, Marcus Winkelhok, Dries van Toor. In real life in ieder geval heel capabele rijders. Allemaal racewinnaars. Iets snellere tijden weer dan mij. Dus toen voor de pistol ook al. Ik heb mijn pistol best wel veel tijd verloren. De vibratie natuurlijk ook. Dat je kunt automatisch auto starten stoppen. Aanstaan van de auto's. Dat kan je al matig doen, maar ik krijg het niet onder de knie. Start, ignition. Om met de hand te doen. Tijd, want automatisch zit er gewoon een stukje penalty aan vast. Even drie tellen wachten voordat de motor gestart wordt, dat moet je allemaal sneller kunnen natuurlijk. Ik zal er eens een keertje van het
als voor ons altijd. De laatste keer dat ik het probeerde stond gewoon te trutten. Start het ding gewoon niet. Ja, dan sta je nog 12 seconden te vallen in de pitstop. Laat je daar wegrijden achter de jongens. De rijden zijn op de kaart alle vijf vormen. Of wat aan elkaar. Klein beetje druk op de rug van die cachol. 55 Audi. Even pauze. Zo terug. Zo, daar zijn we weer. En we gaan door. Ja, telefoon, soms gebeurt het.
210 seconden hangen. Slijp mijn vuikjes erin. Maar ik weet niet welke auto soort ik zit. Dan ben ik mijn eigen grootste vijand. We zijn tijdens het komen van 10 sector 2. Ik vind het wel leuk dat ik met I94 rijd. Wel best wel tegen die caps in. Zeker in German races is het nog 93 gereden. Ja, op een gegeven moment gaat het gewoon makkelijk. Bathurst van lange tijd tweede, derde, vierde rijdt. Op een gegeven moment halverwege deze keer op de eerste en dat je dan eigen afstand maken. Dus op een gegeven moment de nummers 3 en 4 ook allemaal ronde gaat zetten. Ja, dan weet je eigenlijk al van, joh, die laatste 6 uur van die race, die doen er eigenlijk niet veel. AI slider, een beetje makkelijk als het gaat om die eerste om bepalen. Dus is het 93% van wat? Is dat de real world snelste tijd? Of het mooiste zou zijn als het weer zijn je eigen kunnen?
doortrappen. Komt niet echt dichterbij. Jongens. ...47, ik ben 46,8. 2/10 nog een ronde. 10 seconden. Gaining on the car ahead is sector 3. Dat is het niet, hè? Verrassingen heeft Bentley. Dat betekent dat hij wel heel consistent mee kan rijden. Ze komt tijd ook terug. Ze zit constant in de laagste helft van de 1.46ers. Ik vind dat consistent. Als amateur sim racer. Het is niet als een Lewis Hamilton die zegt: oké, 10 eraf, eraf. Dat het ook goed, zeg maar. Hé, hey, is dat 1.54? Oh, dat zijn achterliggers. Oh, dat heeft zoveel tijd gekost om in te halen. Gilles Vanelle en Jimmy Pla. Wordt de lot weer 7 seconden. Dat geeft ik wel ook. Als de heren vooraan achterliggers in mee gaan komen. Als het tijd kost om daar langs te komen. Dan kan mij dat natuurlijk wel gaan helpen. ...47-1, 46-2. Schommel. Wordt op het team. Zelf zo snel mogelijk langs de boys gaan, de achterliggers. Als eerste de BMW M6 van Boutsen Ginion, nummer 10. Het is een volledig zwart rond. We hadden vorig jaar op de 24 uur van Spa een geweldige report. Een kunstenaar gemaakt. Ik weet het niet meer zijn naam, maar... Schitterende auto, die delivery. Dit jaar rijden ze met een Michelin Variant schema. Ja, misschien is het wel het gaafste aan GTE of GT3 auto's, GT4. Dat je daar nog hele fantasierijke liveries in terugziet.
maar nog. Mooi zo. Car on the left. Clear on the left. AMG, Mercedes. Pro-Am auto. Dat is trouwens Chief NLA en een team BMW achter ons. WT, GT3, GT4 zijn subklasses in met eigenlijk de ranking, de licentie die de rijders hebben gekregen van de FIA. Het kan een superlicentie zijn, dat is Formule 1. We hebben nog platina, goud, zilver, brons. Als je als team een bronsrijder en een goudrijder bij elkaar zet, dan heb je een Pro-Am. Professional en een amateur racer niet. Dan is je klasse wanneer je rijdt als een Pro-Am klasse. Dat zie je door die zwarte vlakken met witte letters, cijfers, de scorelijst. Aan de buitenkant zie je dat ook een auto, het nummer van de auto dat heeft ook een dergelijke achtergrond. Of staat erbij, er staat een Pro-Am bij. Volledig rood als amateur. Mijn een beetje op de scorelijst dat ik tussen een amateur auto rijd. Dus de rijders in real life die deze auto oprijden zijn louter amateurrijders. Brons, zo je wil. Brons licenties. Dan hebben we nog zilver. Dat is ook duidelijk zichtbaar. En de pro-categorie zijn echte professionele rijders. Die doen ook echt onder voor de zeg maar, Formule 1. Maar een andere carrière gekozen in de racerij. Formule 1 draait om veel meer dan talent. En is eigenlijk ook echt puur voor de happy few. Maar denk niet dat mannen als Giugno, Mirko Bottolotti, Marcus Winkelhock, dat die jongens opdoen voor een Formule 1 rijder. Absoluut niet. In zekere zin vind ik dat zij het zwaarder hebben. De G-kracht in de Formule 1 auto zullen zwaarder zijn. En daarmee de uitdaging in het menselijk lichaam. Maar gaat het eraan staan om een 12 uur, 6 uur, 24 uur race te rijden. Collega's en de rijderswissels gedaan. Langs de baan. En ik ga er ook maar aan staan hoe het met heden en dagen staat. Iedereen zijn de rijders en voornamelijk bandenmanagers. Dat ik zelf niet zo heel blij mee ben als racefanaat. Maar als je in de race je tempo moet dicteren op basis van een aantal banden wat je nog hebt van een bepaald type, dan zeg ik, joh, dan heb je het niet begrepen. Dat is autosport.
bijna op de helft van de race. Start. Iets te enthousiast. Ach ja, twee tackles. Big blind date. Geen warnings. Het aantal rijders. Elke rijder rijdt een uur stint van 1 minuut maximaal. Bernard Delahes heeft de eerste race met eerste stint mee gereden. De tweede stint nu met Romano Ricci. En de derde stint ga ik rijden met Stefan Trivolini. Dat is van de auto waar ik in zit. Die staan wel aan, die staan wel klaar. Als je niet even een tuinstoeltje, of juist wel, de 24 uur races, ja, die jongens die rijden vaak dubbele stints. De stintteller die reset wanneer door de pit heen komt, dus dan als je even verbonden wisselt, hoef je niet meteen een coureur wisselt. Nou, die jongens kunnen 2-3 stints rijden. Bij regen, zonder daglicht, maar op. En dat relatief foutloos. Formule 1 rijden niet. Het is veel meer gericht op korte termijn explosief presteren. Er zijn wel wat ex-Formule 1 rijders actief. GT3. Giancarlo Fisichella is er een van. Ik heb gewoon een oudje. De jaren 90 Formule 1. Jagger Sirotkin, een aantal jaar bij Williams gereden. Wij komen intussen heel dichtbij aan de Kobotomotie. Zieloos merk, omdat Audi biedt een pakket voor teams op de markt zonder een echte fabrieksteam te fielden. Zij verkopen gewoon een pakket. Het pakket is de auto, eventueel ook met ingenieurs, eventueel ook met rijders. Audi heeft voor zover ik weet geen eigen fabrieksrijders. Ook een auto eventueel de engineers erbij. Dat maakt het voor mij een beetje zieloos. Wat het niet zieloos is, is die auto zelf. De Audi R8 is in principe een mooie auto en de GT3 is een heel capabel wendbaar apparaat. Een dikke V10 motor in het midden. Een auto om eens een keer ook een opnieuwsboek te gaan rijden en ook dan gewend te raken. Ik ben geen fan van middenmotorauto's. Mijn rijstijl leent zich meer voor front engines.
als ik eens in dit eentje zou rijden. Vind ik de McLaren een heel interessante auto. En de Audi zeker ook wel. En de Ferrari Evo. Eerste Ferrari van Kinder. Deze sim zit. Ja, en nu kan ik wel heel dicht in de buurt. Normaal geaspireerde V10 in die auto. Car on the right. Dat is niet zo makkelijk in halen. Right. Car on the right. Ga van boven. Clear on the right. We gaan wel langs. Voor de Tamburello. Vierde plaats. Met zicht op de rest van de top. Allemaal Audi's. Allemaal Audi's, joh. Marcus Winkel, Dries van Toor, Steven Hall. Dat is een zilverrijder. Dat is wel grappig, hè? Ze rijden een zilverrijder. Aankomt voor de pro-rijders. Dat is ook een leuke GT race. Ik kan een beetje juichen voor de onderdok. Afgelopen weekend op Misano. Na twee keer terug. Sprint races. Maar heel verrassend. De Pro-Am combinatie in de Aston Martin van Garage 59. Johnny Adam en Adam West. Ja, Johnny Adam en Adam West. De auto op pol zetten. Johnny Adam die auto ook gewoon vooraan iets te houden. Nu in de eerste helft van de race met een pitstop Adam West erin. Die zakte wel snel af. En dan op een duizendste de Pro-Am binnen. Dus mijn eigen klasse. Dus misschien ook. Ik geloof dat het overal op de 17e werd. Of 16e. Maar ja, als je eerste bent in je klasse, is dat waar het om gaat. Dus je krijgt races binnen races. Ik moet zeggen dat ik dat een heel gaaf concept vind. Omdat je op die manier echt gewoon voor heel veel mensen kan juichen. Naast dat je gewoon fan van de sport bent. Bepaalde mate van onvoorspelbaarheid in. Het is extra gelaagd, dat is natuurlijk sowieso in de autosport en in elke technische sport zit er een bepaalde mate van onvoorspelbaarheid in. Maar die wordt extra gelaagd door de subklasses waarin gereden wordt. Ga lekker. Ongeveer 22 minuten deze stint. Kan ik
Clear on the right. Ja. Als je aan de binnenkant zit, moet je wel inhouden. Hij zit natuurlijk vlak achter me. Binnen schootsbereik. Voor de nummers 2 en de nummer 1. Hoe gek is het dan, hè? Dat je 20 minuten geleden zit op 10 seconden afstand. Misschien de stond of af moeten zakken, of misschien de banden wat tegen stribbelen. Dat ze elkaar in de weg zitten, waardoor je uiteindelijk in een gevecht raakt, je altijd tijd kwijt. Gillende V8's, heel open toe te halen. En nu, ja. Motoren zien. Word ik niet zo warm van. Wat er nu in de Formule 1 zit. 1,5 liter V6. Met hybride techno. Turbo V6 wel een warme, toch? In de jaren 80 hadden we ook 1,5 liter V6 turbo's. En dat klonk een stuk leuker. Oké, kan ik hem hier op gaan zetten. Voor een inhaals. Als ik goed in de rij kan komen. Ik heb slipstream. Dus mijn enorm in de auto ook wel een beetje geholpen. Car on the left. Ja, die V10 is ook geen liedje. Clear on the left. Ja. Eieren verschilt. Tweede. Steven Hall. Silver Class, nummer 33, Audi. Deze sim is naast alle auto's die gewoon gemodelleerd zijn naar nieuwe specificaties. Dat is natuurlijk mooi aan een officiële sim. Dan krijg je wat meer toegang tot data en mogelijkheden en visuals dan. Maar ja, wanneer je geen officiële sim bent, dat zou ik zeggen. Vertegenwoordiging van de serie. Ik denk dat de rijders geschaald zijn op bepaalde moeilijkheid, want dat is leuk aan endurance racing. Mindere mate aan sprint races. Een andere rijder in een auto betekent ook gewoon dat je auto anders gaat presteren op de baan.
betekent dat een auto in één stint heel lekker, heel veel sneller is dan jou, en een andere stint toch minder is. Nou, in de Pro-Am categorie zie je dat natuurlijk, maar natuurlijk een professioneel rijder met een amateur rijder zijn de verschillen onderling van het grootst. Sneller. De tank raakt natuurlijk bijna leeg. Zelfs een trucje. De backmark is een beetje een Duitsland zakje. Backmarkers op mijn lijst staan. 30 on Stones Low, Paul en Nico Bastian. Alle Pro-Am AMG-wagens. Kom erop. Zelfde trucje, rechtstuk. Uit accelereren. Tegen die 2-10. Car on the right. Met het voordeel dat ik even slipstream had. Clear on the right. Car on the right. Clear on the right. Oh. Car on the left. Ja, dit is. Oh, jongens. En ik gooi het weg hier. Car on the left. Clear on the left. Te veel risico, net als met die Lexus. Ook een stukje waarschijnlijk aggressiveness. Eens kijken of de schade gedaan heeft. Ik zal schade hebben. Motorklok kleppen, dus ik zal waarschijnlijk aerodynamisch iets van glijden hebben. Oh, dit was dom zeg. Ik blijf het zeggen, ik ben en blijf mijn eigen grootste vijand. Ik zie door een gaatje wat het eigenlijk niet is. Ik uit en dan boven de kust heen over het rommelig. Even kijken wat de kop zijn uit is. Zo rond. Proberen. Car on the right. Clear on the right. Prikken. Al mijn werk van de afgelopen 40 minuten is het weg. Tom. Thank you.
is want de enige plek waar ik die auto's kan proberen in te halen. Het motorvermogen net wat meer heb in een stripstreak. Gaining on the car ahead is up to 3. Car on the right. Clear on the right. Nu dan. Ik heb overstuur, kijk er komt ie. Wel weer in view van deze topgroep. Zoals je ziet heb ik niks te lijden op tijden. Dus bij de volgende pitstop ga ik hier niks repareren. Light damage, het zal 2-3 seconden zijn van schade. Dus even kijken hoe dat uitkomt. Onderdruk wordt wat minder. Aangeven dat ze bijna verreden zijn. Maar ik heb ook het idee dat het twee keer gebeurd is dat aggressiveness 100% hier ook aan bijdragen. Best tussen de tanden. Vijf auto's voor me. Er staan vier auto's. 15 minuten van in de stint, maximaal.
Oh jongens, wat is dit nou? Gaat er één achterstevoren. Ja, aggressive de 100. Dat is me nu wel duidelijk. Dat ga ik niet meer doen. Wat was dat nou? Ja, 10 seconden kwijt, jongens. Snelheid. Ja, die is eruit. Dus ik moet repareren ook. Dit is voor mij een bewijs dat agressive met 100% niet goed werkt. Ja, de motorkap trilt, dus die zit los. Dus die maakt aerodynamisch. Wrijving. Ja, je komt niks aan doen. Ja, er is iets mis. Er is iets niet goed. Goed, kijken hoe we het kunnen maken. We gaan er winnen. Met reparaties. De strijd om de winst zie ik eigenlijk aflopen. Niks gebeuren. Honderd in de tank. Ja, ik heb 15 seconden schade, jongens. Ja, we gaan dat doen. Anders loop ik elke ronde slagschade mis met de rondetijden en dan kan ik niemand bijhouden. Dit is voor mij het bewijs dat aggressive 100% niet werkt. Je ziet dus dat rijders gewoon gekke dingen doen. Niet alleen bij mij, maar ook bij elkaar. Een rare beweging waardoor die AMG dwars ging. Ja, en ik kan het gewoon niet meer ontwijken. Flinke schade, normaal is een pistol 30 seconden. Ik sta nu bijna 45 seconden stil. Ja, dit is jammer. En Christians doen niet meer op 100%, die laten we weer lekker op standaard 60 staan. Here we go. Teruggevallen naar de 22e plek. Kijken wat we van kunnen maken. Andere rijders moeten natuurlijk allemaal naar binnen de komende rondes. Dus ik krijg nog één rondje, twee, en dan sla ik weer op. Dan heb ik even een breather. 25e zelfs. Oh jongens. Twee seconden achter me. En net lag ik 2 seconden achter hem. Blijven trappen, want ik heb een blauwe vlag ook. Zwaarder dan een volle tank. Dat zijn niet.
Martin, 188 car. Ja, dit was wel zonde. Maar zie je dus wat dat doet, wat voor setting is. Ik geloof er niks van dat er niks mee te maken heeft. Dus agressiveness op 100% zetten. Dat zorgt gewoon voor een rare beslissing bij de AI drivers. Tijdens de pits ingaan, maar in ieder geval een aantal gewoon makkelijk dit soort inhaal. Het zou wel moeilijk te zijn, stint, iedereen loopt tot een einde. Maar ik hoop dat ik nog in de top 10 terugkom met die reparatie van schade net. Het zou kunnen zijn dat ik na de pitsrondes buiten de top 10 val. Ja, dat is de trappen van mijn leven om een beetje een goede lancering te halen. Typisch vind ik natuurlijk de EM-klasse. Amateurklasse, eigenlijk in de amateurklasserij. Maar we staan al nodig in de pits, dat scheelt. Klaas, ik heb er niet meer mee. Mercedes was waarschijnlijk degene waarmee ik net de aanleiding had. Als ik dit soms al vandaan, maar ligt er onder achter, dus je hebt nog meer schade dan ik. Racing, amateur inschrijving rijdt. Daar is een car exiting mid lane. 9e. Proberen bij de top te komen. Ik zie allemaal groen om me heen, dus iedereen heeft de pitstop gepakt. Dus wat ik bij het volgende rechtstuk ga doen, is even opslaan en even pauzeren. Laat ik nog het werk zo. Heel tegen te gebruiken. Ik kon hem
maandag heb ik doorgaans geen werk. Dus dat betekent dat ik weer even op ga slaan, dat ik de stream weer even afsluit. Dat ik later vandaag, vanmiddag of vanavond deze race af ga rijden. Met hopelijk een podiumplek. Maar met wat net gebeurd is, is een top 10 notering waarschijnlijk best haalbaar. Ja, Porsche accelereert leuk. Tot 230 km per uur. Dan ben ik de baas. Clear on the right. Het motorvermogen van de Bentley is echt misschien de Mercedes na verschrikkelijk goed. Goed zo. Straight line speed van deze auto, wauw. Klaus Bachler in de rode 99 Porsche. Laten we eens opslaan in schone lucht. Dus of ik ze wel ver van hem af straks. Of ik heb hem ingehaald, pak ik gewoon nog een rondje. Voor ik even pauze pak. Een jaar geleden heb ik heel veel Porsche gereden. Eigenlijk de moeilijkste auto in het veld. De beheersen. Toen reed ik nog in AI 89-90. Hier kom ik er niet mee aan. Tussen ook gestapt op front-engine auto's. Aston Martin en de Bentley. Car on the right. Ik heb nog meer bij mijn rijstijl liggen. Fastest lap of the race zelfs. Dan met een volle tank, hè? Oké. Hier sla ik hem op. Wat zullen we eens doen? Ik ga de stream even afsluiten. En even wat andere dingen doen die ik helaas moet doen vandaag. En vanmiddag of vanavond ga ik deze race afmaken. Dank voor het kijken, tot zover en hopelijk tot snel.